Ik ben Bas van Mullem, ik ben ebenist, restaurateur, antiquair. Hallo, ik ben Lore van Eghem. Mijn grote passie is keramiek. Ik ben Etienne Goderis, ik ben gepensioneerd uiteraard. En ik hou mij nu bezig met glaskunst. Ik ben Dirk Olaert en ik doe vooral fotografie, ook schilderen en tekenen. Hoe meer dat je deelt met mensen, hoe meer opmerkingen dat je krijgt. En ik denk dat dat ook je sowieso helpt in je groeiproces. Glaskunst, die een beetje afwijkt van de klassieke glasblazen. Wij zijn vooral bezig met een aantal technieken, waaronder dropping, fusing en gieten van glas. Het is beeldende kunst, dus ik probeer met beelden iets weer te geven, een emotie weer te geven. Elke kunstenaar een beetje zijn eigen domein heeft en je kan van elkaar ook leren. Je kan elkaar ook iets aanbieden, je kan van verschillende kunstenaars ideeën meepikken. Dus het is zeer belangrijk dat kunstenaars ook met elkaar in contact komen. Alles wat dat iedereen maakt, heeft altijd iets van zich persoonlijk, dus het gaat altijd verschillend zijn. Ik probeer gewoon mijn ding te doen en emoties weer te geven. Hè. Je mag zoveel machientjes hebben als je wilt. Als je er zelf niks mee aanvangt, dan gebeurt er ook niks. Hè? Goh, ik denk dat elke kunst op zich een beetje afzonderlijk is. Ik noem mezelf eigenlijk ook niet echt een kunstenaar. Ook al zeggen sommige mensen dat we dat wel zijn en dat we te bescheiden zijn. Ik ben een ambachtsman die met de kunstwerken van anderen werkt. Ik restaureer eigenlijk kunstwerken die door iemand anders gecreëerd zijn en die ik dus een nieuw leven geef eigenlijk.